Goedenavond, dames en heren. Om 3:20 vorige nacht zijn heel wat mensen wakker geschrokken van een aardbeving. Die had een kracht van 5,5 op de schaal van Richter. Voor ons land is dat uitzonderlijk zwaar. Het epicentrum lag net buiten België, in Roermond in Nederlands-Limburg. Daar was de schade dan ook het grootst. In Roermond had de brandweer vannacht de handen vol met het afdekken van daken en het ruimen van puin. Ook bij ons, vooral in de provincie Limburg, zijn er schoorstenen en dakpannen naar beneden gekomen. Voor zover bekend is er in Nederland en in België alleen materiële schade. Slachtoffers waren er in Duitsland. Daar stierf een man aan een hartaanval en er zouden ook een stuk of 20 gewonden zijn. Bij ons kwam iedereen er met de schrik vanaf, ook in Mazeik, zo'n 15 kilometer van Roermond. De schok was dus vooral voelbaar in het grensgebied van Nederland, Duitsland en ons land. In die streek mondt de rivier de Roer uit in de Maas. Uit de driehoek Mazeik, Roermond en Heinsberg komen de meeste schademeldingen. Maar de beving was ook te voelen tot in Keulen en Bonn en tot in het Franse Straatsburg. En dat is dan het warenhuis in het Nederlandse Herkenbos, juist onder Roermond. Daar bleek de schok het hevigst, ook hier vooral materiële schade. De kerk van het dorpje staat na de aardbeving op instorten. Auch in den Niederlanden richtete das Erdbeben zum Teil erhebliche Schäden an. In Roermond, dem Epizentrum des Bebens, wurden Einwohner mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. An mehreren Häusern brachen Schornsteine ein, Dachziegel fielen auf die Straßen. In einem Nachbarort wurden die Wasserversorgung und das Telefonnetz unterbrochen. Auch in Belgien gab es Schäden. Das Epizentrum im niederländischen Roermond. Zerborstene Scheiben, schwere Verwüstungen in einem Supermarkt. Ein heilloses Durcheinander bietet sich den Angestellten am nächsten Morgen.